Het districtscommissariaat Noordwest wil kinderen van jongs af stimuleren om te praten over hun problemen. Schooldirecteuren en andere belanghebbenden zullen initiatieven hieromtrent ontwikkelen. Districtscommissaris Suraksha Sital Hirasingh van Wanika Noordwest zegt dat kinderen met allerlei problemen zitten. Onze initiatiefnemers zijn gewoon de mensen van het commissariaat. Alles op papier zetten en de tweede stap is met schoolhoofden praten, ze uitnodigen, minog betrekken erbij. En dit gaat in het bijzonder om dat aspect van kinderen die zitten met allerlei problemen, waardoor je dan op den duur allerlei gevolgen van dien. Ik wil eigenlijk die gevolgen niet eens opnoemen. Dus het zit me echt zwaar op mijn maag, dus ja, dat is het meest belangrijke waaraan ik nu echt een aanzet aan wil geven. De burgermoeder zegt dat ze werkt aan een crisislijn voor kinderen in Wanica. Kinderen zullen deze crisislijn kunnen bellen of appen als ze in nood zijn en niet weten waar ze terecht moeten. Ten tweede, daarop voortbordurend, wilde ik dus in kaart brengen hoeveel leraren, eigenlijk als hulpleraren aanwezig zijn, maatschappelijke werkers of althans ambtenaren, die een achtergrond hebben van psychologie, maatschappijleer, weet je, dat soort sociale medewerkers, sociaal-maatschappelijke medewerkers, en dat in kaart brengen. Dus dat gaat allemaal, weet je, iets langer duren. Dus vandaar eerst zo'n team hier neerzetten, waar ze kunnen bellen. Daarna voorborduren, daarop kijken of je op alle scholen ook wel een maatschappelijk werker zou kunnen plaatsen. Want waarom alleen maatschappelijk werkers wanneer het kwaad alles geschiet? Je moet eigenlijk juist preventief te werk gaan. DC Suraksha Sital Hirasingh van Wanica Noordwest was dat.